nog een bekende cartoonacteur. Peter Pan. Welkom allemaal weer een goed nieuw vlog, jongens. Vandaag ga ik lekker onderweg naar de sportschool. Daarmee yes. Komen sporttrainingen aan. Even lekker trainen met Joey, met mijn personal trainer Joey. En is weer even gast in de RS7. Lampjes aan, komt ie. Unleash the beast. We zijn in de gym, jongens. Eerste oefening. De bend over rows. Zo een boekje. Hoppa. Laatste set. Hoeveel kilo? Dat is 80. 80 kilo. Bend over rows, 80 kilo. Volgende oefening, jongens, we gaan een superset doen. Hij trapt wel een beetje op mijn ziel met deze oefening. Zo! Mooi, ja. Ja, dit is de meest slopende superset die we sinds tijd hebben gedaan. Hij voelt wel lekker goed, toch? Ik zweer, mijn conditie is niet slecht. Maar met deze oefening heb ik het gevoel alsof ik een astma-aanval krijg of zo. Echt niet normaal, joh. Alsof ik door een rietje adem, alsof ik gewoon fucking dead, bro, ben. Echt. Deze is het zwaarste, jongens. Dit is echt de sloopkogel. Ja, nog een rugoefening. Dat maakt het nog leuker. Maar ik ben gespot zo vandaag. Oh, yes. Joey, je kan mijn rug op. Ja, ik heb je rug op. Echt man. Hoe moet ik hier dan nog een rugoefening doen? Hou op, nog een rug? Oh ja, dat is wel de klassieker. Ja. Ja, dat is zeker waar. Oké, nu mijn favoriete oefening, jongens. Heerlijk is deze, maar ik moet wel erbij zeggen, ik heb al zoveel rugoefeningen gedaan, dat deze nu wel echt fucking zwaar is. Terwijl normaal vind ik deze heerlijk om te doen, maar nu ik echt voel, het is gewoon pijn. Oh. Biceps schiet ook niet in koude kleren zitten. Goeie belt, ik noem het al twee emmers. Je hebt hier een emmer, je hebt hier een emmer. Alleen een beetje raar vasthouden zo, maar zo voelt het wel. En zo. Gooi ze gewoon over je schouders heen. Ik heb een raadsel voor je. Oké. Welke sport is alleen voor de rijken? Eurosport. Hier die zender een beetje doordrijft, een beetje gek gaat doen. Ah, die Eurosport niet. Wat leeg. Wat. Heeft hij de emmers een beetje vol gedaan? Zo, tering. Joey, wat doe jij in die emmers, joh? Nee, volgens mij, man. 31 kilootjes puur lood. Wij trainen nu al langer met elkaar omdat ik een relatie heb met een vriendin. Ja. Bam, dat is echt hier. Zo, zo. Oh, yo. Ik weet het beginnen. Tering. Oh, shit. Ja, onze relatie is nog sterker dan die met mijn vriendin. Veel sterker. Laat mijn vriendin het maar niet horen. Nee, dat is geitje. Schat, ik hou van mensen. Geitje. Wij hebben een mannelijke relatie. Romance. Ja, Romance. Met jou heb ik die. Seks. Gewoon die andere soort van man. Ja. Tijd om emmers te legen. Zijn dit de laatste emmers? Shout out naar Eusje. Joy. Hey. Alles lekker. Zeker. Ja. Blijf nu staan. Ja, ik ben niet meer goed. Het is hier dan. Dan sta ik meestal even zo. En dan ga ik even zo staan, achterop. En dan zo, en dan ben ik weer. Heb je de spiegel bij? Oh ja, even zo. Sean, dat was met mijn training wel weer, mignon. Ik ben echt helemaal gesloopt door Joey. En nu gaan we weer lekker op pad met RS7. Oh, ik laat bijna mijn camera vallen, maar het gaat goed. Hartstikke idee, kijk eens even. Hartstikke idee, zet hem even aan.
Waar dik chandimje. Laat ik ook even gezegd hebben, ik ben jullie als kijkers zo enorm dankbaar. Want dat is wel eventjes wat ik nog kwijt wilde in mijn vlog, weet je wel. Even dit emotionele speechje wat op jullie aankomt. Dat ik echt even wil zeggen vanuit de grond van mijn hart. Jullie zijn awesome. Jullie supporten me nu al sinds november 2015. Sinds dat moment heb ik mijn kanaal en upload ik dagelijks. En mijn video's worden nog steeds zoveel bekeken. We zitten standaard tussen de 8 tot 12 miljoen weergaven per maand. En dat heb ik aan niemand anders te danken dan jullie. Dus echt een dikke shout-out naar jullie. Zonder jullie had ik niet in deze prachtige wagen kunnen rijden. En normaal ben ik helemaal niet van die emotionele speeches. Maar dit moest ik gewoon echt even kwijt. Want jullie zijn de reden dat ik dagelijks met dit monster voor jullie hele vette content kan maken. Dus dank jullie wel. A few moments later. Jongens, ik sta een beetje versteld van mezelf. Ik heb namelijk de auto letterlijk één keer ingestoken. Ido is bewijs. En hij staat perfect. Maar dan ook echt perfect in het vak. Gewoon helemaal kaarsrecht. Lekker strak tegen de muur aan. Zodat mijn buren gewoon, die hebben ook twee auto's, weet je wel. Die er gewoon makkelijk langs kunnen. En dan loop je dus ook niet het risico dat mijn buurman of buurvrouw, ik heb echt wel vertrouwen in hun rijcapaciteit hoor, maar dat ze misschien een keertje het zijkantje schrapen of zo, weet je wel. Dat risico voorkom je door gewoon zelf even goed te parkeren. Dus dat zou ik jullie ook aanraden. Altijd je auto zo goed mogelijk in het vak proberen te zetten, jongens. Dat scheelt jezelf ook heel veel. Want ja, daarmee voorkom je al dat je ja, schade krijgt eigenlijk. Daarmee kan je al heel veel voorkomen. We zijn weer lekker thuis en dit vindt Edje toch altijd zo lekker. Als ik hem zo optil en hij echt als een babytje bij me ligt. Dat vindt hij chill, jongen. Hij is ook echt al een paar keer letterlijk zo in slaap gevallen bij me. Edje, jongen, die kan je als een baby optillen. Maar Scoopy vindt dit niet heel fijn. Scoopy vindt het echt niet chill. Die wil weg. En Edgar nu volgens mij ook, redelijk. Maar ja hij wil, hè. Hij gaat zich een beetje uitrekken, zo van... Yo, man, ik wil even lopen. Let me go. Schat, ga maar. Ik hou echt nog steeds zoveel van mijn katjes, jongen. Het zijn echt... mijn beste vrienden. En hier is Scoopy op het cadeautje van Don op de airfryer. Wat een poepie, Nino. Je bent een poepie. Yo, je bent een poepie. Ik ben even voor Roy en voor mij bezig geweest voor twee heerlijke tosties. Er zit kaas op, pesto, mozzarella, kipfilet voor Roy, want hij is echt kipfilet fan. Deze ga ik nu in de oven doen. En dit wordt echt heerlijk. Ze zijn nu even in de oven geweest op gewoon hete luchtoven, zeg maar. Dat elektrisch. En dan zet ik ze altijd even op de grill. Zodat die kaas goed kan smelten. Want dan krijg je zeg maar die hele stroperige kaas. En dat is echt super lekker. A few moments later. Ik ga ze eruit halen. Ze zijn klaar. De broodjes worden namelijk sneller donker dan de kaas, zo te merken. Maar die kaas is goed gesmolten. Dus we gaan Roy eens even goed verrassen hiermee. Ik heb de borden mee. Oh, Ido. Lekker, ouwe. Yo, ja, wacht. Je moet eerst deze pakken, want anders dan valt deze. Het. Pushie, bro. This one is for you, with kipfilet. Zo, ziet er fucking goed uit, gek. Lekker, maat. Dank u wel. Kijk eens wie er thuis is. Oh, oh, oh. Het is mijn girlfriend en ze heeft gekookt. Dank u wel. Ik ga het opgeten. Love you. Hey, Knap. Hello. Wat zie je er mooi uit vandaag. Ja, dat voor elkaar gekomen. Dat zeg je niet tegen mij. Jawel, maar daar was ik nog niet. Ik wil eerst gewoon even zeggen dat Ido er heel goed uitziet vandaag. En wij gaan nu lekker chappen. Eet smakelijk. Mij is verteld dat Don een nieuw kapsel heeft en dat hij nu bij mij thuis is. Dus, where the fuck is he? What's up, bro? Oh, he's there, bro. What's up? What's up, bro? Oh my days. You like it? Dit is de OG Don. Dit is gewoon Don van 4 jaar geleden, gast. Twee jaar geleden. Ja, duimpje omhoog. Ja? Goeie shit, bro. Verzorgder, hè? Ja. Beter. Ja. Nu ben ik de trash YouTuber en jij de nette. How are you, bro? I'm good, bro. Hi, good. Don heeft dus zijn chops of runs, you know, bro. En waarom is Don hier verder? Nou, dat heeft natuurlijk een reden. Wij gaan vanavond lekker bowlen. Ja, we gaan bowlen. De laatste keer dat we gingen bowlen liep het niet heel goed af voor Don. Kijk maar. En Day en Don kunnen me allebei niet meer inhalen. Dus de eerste plek is voor mij. Dus wellicht is hij dit vandaag wat beter. Alsof jij elk potje gewonnen hebt. Je hebt van je eigen vriendin verloren. Heb jij een potje van mij gewonnen? Nee, maar heb jij een potje van je vriendin kunnen winnen? 1 van de 10? Het is wel waar. Ja, maar alsnog was je... Je moet er wel in laten dat je mega zuur was toen je eigen vriendin van je won. Ja, dat is wel zo. Ja, dat is toch logisch, gast. Okay, misschien win je vandaag. Misschien win je vandaag een keer. Of verslaan, ja. Huh? Ik ben te stom. Ik kan alleen dichtbij slaan. Ik ga vandaag een potje voor jou winnen. We will see. Of jij knijpt. Nou, dat denk ik niet. Jij bent helemaal pauperbout, of niet? Ik weet niet eens meer hoe jij bolt. Nou, dan gaan we straks zien dan, hè. Bolt! Anyways! We gaan dus lekker bowlen en gaan op pad met de R7. Dat is eigenlijk gewoon... Ja, ik...
Dat was eigenlijk gewoon een goed excuus om op pad te gaan met RS7, dus vandaar. Zal ik een leuke woordschap vertellen, Roy? Nou, komt-ie. Hoe noem je het als dat RTL-programma van YouTube gaat bowlen? Concentrate Bolt! Niet serieus, wel echt goed. We zijn bij de bowlingbaan en Don gaat gelijk even op de foto. Kijk nou even, hey. Wat een man, hè, hey, met zijn nieuwe chapsel. Met mijn nieuwe chapsel. Let's go ball, meneer. Die is goed gelukt, gast. Hey Don, we zijn een beetje op verkeerde gekomen. Volgens mij gaan we het vliegtuig in zo. Wat? Volgens mij gaan we het vliegtuig in zo. Volgens mij is de bowlingclub gearriveerd. Nee, kijk maar, ze hebben allemaal KLM hairs aan. Oh! Ik dacht dat het een bowlingclub was. Leutje, wie wil er als eerst? Dames en heren, dus ga jij maar. Je hebt de grootste titel namelijk. En dat komt door trainen. Minion, we kunnen beginnen. En aan mij de eer om te starten op baantje nummer 15. Nee, ja? Begin ik nou gelijk met de pauper split? Yo. Oké, wat ik nu gewoon altijd doe is gewoon proberen met zoveel indraaiend effect te gooien. En soms gebeurt er iets leuks, soms gebeurt er geen pauper niet. In dit geval gebeurt er geen pauper. Nou, Ido, doe je buis, best? Buis? Okay. Doe je buis. Omdat jij Duits achter mij praatte, ging ik me verspreken. Ido, throw the ball, bro. Ja, sorry. In de greppel waar je thuis hoort. Nee, grapje. Ikke. Ja, ikke. Je hebt nou een zieke sokken, gast. Max sokken. Check it out, bro. Jeet. Oh. Oh, wat fraude. Holy sankeronies! Ja! Oh nee! Oh. Maar nog maar eentje, gast. Dat was wel echt een zieke warm-up, ouwe. Hij voelde ook lekker, maat. Zeg je eerlijk, die was lekker. Nog één. Oh, oh. Nee! Hoi! Ja! Ja, 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 ja! Ik had na die strike van net, kijk maar dat x'je, had ik gelijk weer een strike gegooid. Die staat volgens mij niet op cam, of wel? Edo, had je die gefilmd, tweede strike? Eerste alleen. Alleen de eerste. Ja, tweede strike niet. Wil je ook een strike op je kanaal, of niet? Nou, dat liever niet. Okay. Dus blijf van mijn video's af, dankjewel. Zometeen misschien wel voor de triple. Nee, helaas. Nee, en dat zou ik echt heel... Oh, dat is nogal chill. Wow, jij gaat hard. Die kegel, hè? Zo. We hebben nu 8 strike spare. Ik heb mijn streak gesloopt, jongens. Fuck. Ik heb 8 strike spare. En nu 9. Maar ja, wel op 103 punten na 6 beurten. Dat is niet verkeerd, Mignon. Ik dacht dat ik goed aan het bowlen was, maar Knuip die maakt er al helemaal een feestje van. Die staat al na 8 beurten op 27 punten. Dat gaat wel echt lekker, Ido. Oh. Ja. Ik ben echt... Jeetje, wat ben jij een pro, gast? Ik ben de beste van onder. Een strike, eindelijk. Goeie shit, gast. Eindscore, game 1, 157, jongens. Eindigend met een spare en 9. Prima eerste potje, denk ik. Of niet? Ja. Ja. Je kan wel in de buurt van mijn punten. Nou, laten we er geen punt van maken. Daar heb je wel een punt. Wat er dit tweede potje gebeurt, is niet te omschrijven. Kijk eens even wat Knuip in één keer aan het doen is. Die gaat gewoon in één keer goed gooien. Wat heb jij gedronken, gegeten? Nog een keer filmen, gewoon een spare. Wauw! Wauw, je true spare, bro. Waarom staat het er niet bij? We hebben allemaal een spare. Jawel, het staat er, oh, het staat er wel bij. Hoe noem je een spare als je het kan eten? Spare ribs. Goeie. Oké, er staat nog een spare open, dus ik moet nu mijn eerste worp hoog gooien. Want alleen de eerste worp telt dubbel, de tweede niet. Bij maar dat betekent toch hetzelfde? Open, spare. Ik denk dat ik hem open spare. Ja. Ja, goed try! Pot jouw dory, minion! We hebben nog 1 kegel staan en wat ik nu ga doen is heel dom, want ik riskeer hier gewoon letterlijk mijn winst nemen. Want ik kan nu gewoon voor een spare gaan. Of ik kan even leuk doen voor de vlog en proberen vanaf hier de spare te gooien. Oké, we staan hier. Je mag eigenlijk nog een meter of 4 doorlopen of zo. Shit, bro. Dat was een couchie. What the fuck, bro? Dat was een couchie. What the fuck? En dan kan het gewoon niet geloven. Dit is echt bizar. Ja. Ik raak vanaf die lijn de helft van mijn worpen nog niet eens. En hij gaat gewoon hierachter gewoon bijna op het rooien staan en raakt het nog. Dit was een couchie, bro. Ik had hem aan de zijde draaien. Hele rare strijk, maar het telt wel. Ja, nee, hoe kan dit de strijk... Maat. Ik ga alles raak, want die draden tikken elkaar aan. Mag je nu ook gewoon nog een keer... Nou, het is wel... Het is een pauper eentje, man. Wat als ik nu de laatste kegel onder mijn benen ook nog raak gooi? Wat dan?
Nou, een jaar de kegel eruit. Dan ga ik nooit meer bowlen met jou. Dan krijg je ongeveer 50 cent contant. Dat was bijna een titel en thumbnail. Voor 50 cent bowlen. Ido, doe even een trucje. Laatste ronde. Ik kan die worp wat Roy net deed wel raken. Zo. Met een beetje effect wel. Dat was één kegel. Yay! Woo! Game 2. 131 voor Roy, Knijp 91 en Don 87. Don heeft verloren. Vindt hij leuk hoor? Hij kan lachen met zijn fucking instabiele baard. Kijk, ik heb net vanaf hier een sper gegooid, maar ik kan vanaf hier natuurlijk ook een strijk gooien. Ik heb vanaf hier een sper weer gegooid. No way, bro. Okay. You were pretty close. En nu vanaf hier en dan op de oma manier noem ik het altijd. Dat is zo gooien, zo. No way. Oh my god. Pepernootjes nog wat toe, jongen. Laat een reactie achter als je denkt mij te kunnen verslaan met bowlen. Lukt het je? Krijg je 100 euro. Ja? Dus je mag nu een reactie achterlaten als je echt denkt dat je mij kan verslaan met bowlen. Ga ik een van de comments tussenuit pikken. Die ga ik binnenkort 1v1'en. Als je wint, krijg je 100 euro. Als je verliest, heb je een leuke dag gehad. Hou je toch Kom maar op met de comments. Wat dan? Hou ik je toch niet aan? Bij deze beloofd. Don, ik heb een goeie voor je. Het bowlen gaat vandaag niet zo lekker. Gaan we met je moeder bowlen? Je mag met de dino staart. Want het gaat niet zo lekker vandaag, Don. Wil ik die? No. Jij wil gewoon winnen, omdat je weet dat ik deze ronde jou ga inmaken. Ja. Prima worpen. De worp zag wel heel prima uit. Misschien wel een strike incoming. Weer op de oma manier? Op de oma manier. Yay. Close. Don voelde zich net te goed voor de dino staart, maar Ido niet, ja, hè? Oh ja. Daar komt Ido. Met de dino. Hey gast, what the fuck? Er zit hier wel een staartje aan, man. Oh, gewoon duwen. Daar gaat hij met de dino staart. Dat laatste ook, joh. Gaat nog in de greppel. Ja! Wow, dat was bout! Laat de dino staart. Jij kan echt nog minder van dan Don. Edo, vaatwasser uitruimen of uitpakken? Allebei, wordt bij ons gezegd. What the fuck, man. Maar ik heb nog een leukere voor je. Je hebt zeg maar dus mensen, zoals mijn broers, die dan zeggen je hebt de tafel afruimen. En zij zeggen dus blijkbaar ook opruimen. Gewoon van als in het dekken, zeg maar. Ik ga de tafel opruimen. Ja, gewoon even, dat ik echt denk van... Maat, af en toe hoor ik dingen, jongen. En dan denk ik echt van wat de pauper, ouwe. Het is toch gewoon, ik ga de tafel afruimen en... Ik ga de vaatwasser uitruimen. Of ben ik nou lijp? Hoe zeggen jullie dat? Laat weten in de reacties. Want, come on, dude. Ik ga de vaatwasser uitpakken. Gewoon... Zit een cadeaupapier omheen? Gewoon de vaatwasser leeg pauperen. Ja, ik snap er echt helemaal geen reet van. Maar schijnbaar zeggen ze in andere delen van het land, zegt staan de machine. En na het bowlen zijn wij doorgereden naar de Mac. Eerste keer Mac Drive met RS7, Mien. Ik ben lekker gechappen in de Mac, jongens. Hey. Was het goed? Hey! Was het goed? Hey. Was het goed? Was het goed? Hey. Was het goed? Ja, goeie Mac? Ik kan geen boeren meer laten, dus hey! Hey! Wat doe jij, gast? Ik denk dat het gesmaakt heeft. Dat is goed. Ik probeer het her te beleven. Wil er iemand wat drinken, eten? Dan doe ik aan afstandsbediening. Betere woorden van gast. Je gaat het eindelijk leren. Ja, fuck you, bro. I beat you in that shit, bro. Oh, you wish. You wish. Je kan me veel verslaan. Zijn ego. Ik heb niet zo'n grote ego als jou, maar met woordgrappen win ik het. Ik win met bijna niks van jou, maar met woordgrappen wel. Zijn ego? Hij kan het echt niet hebben. Oh, jawel hoor. Stel je voor, ik vind dat jij terecht zou kunnen winnen, dan is het gewoon prima. Maar dit is echt een van je betere woordgrappen. Oké. Ja, Roy is zo vol van zichzelf, soms is het gewoon walgelijk. Ja. Hij is met alles, ik win. Ik ben de beste. Wie won er vandaag met bowlen? Ja, dat bedoel ik! Dit is letterlijk een bevestiging, hij is altijd van... Maar dan roep ik het en dan heb ik wel gelijk. Wisten jullie dat er een spel is gemaakt over dit luchtje? Assassin's Creed. Het mooie is dat ik die letterlijk van de week tegen jou maakte. Ik denk dat ik ga trouwen.
Met die vrouw van dat drankmerk. Ik denk dat ik Pom Mary. Ik heb echt een hele lading vol met drank, hè? Wist je dat? Ja, in je buik. Ik heb een hele bak Ardy. Als je bij New York Pizza bestelt, hè, krijg je er altijd Ed Garlic Bread bij. Wow. Ik heb gehoord dat Edgar echt moe is. I'm fucking dead gar. Hey, ik ken die ene influencer, hè? Ik denk dat ik dead ben. Die was nice. Die was heel nice. Ik heb een stiefvader. En dat is een voorbeeld van mij. En hij werkt in de bouw. Dus ik zeg, mag ik alsjeblieft co zijn? Ik wilde laatst mijn hele huis hier ook verbouwen. Maar ik had geen idee hoeveel het kost. Dus ik zeg die aannemer, zou je er even een kostenberaming voor kunnen maken? Ja. Wist je dat hier ooit een hele bekende cartoonacteur over de vloer is gekomen? Hallo. Een hele bekende. Kapitein Haak. Jezus Christus. Nog een bekende cartoonacteur. Peter Pan. Na de leuke woordgrapjes waarin Don beweert beter te zijn dan ik, gaan we lekker slapen. Shut the fuck. In één ding is hij sowieso niet beter dan Bolen. Oh ja, nu gaat Wat zei je dan? Nu wordt het er allemaal weer uitgeknipt. Ja, joh, godverdomme. Toen komt er een beetje op neer, jongens. Ik heb heel veel eruit moeten knippen van Don, want hij zit alleen maar te zeiken. Ga je het echt knippen? Nee, dat kan niet. Ido, dit kan je er niet uitknippen. Ido? En jij mijn video's? Ja. Timo heet ze. Oh, ik word lijf voor jou, man. Oh. Die jongen kan niet goed bowlen, dat is duidelijk. Hij kan voor geen meter bowlen. Wat doet Roy? Jezus, gast, wat gooi jij slecht? Nou, komt erop neer. Het zijn gewoon en goede winnaars en goede verliezers. Daar ben ik er eentje van. Oh. Je bent een slechte verliezer. Maakt niet uit. Het bowlen zit je gewoon nog steeds dwars. Dat blijkt maar uit alles. Zit je nog met het bowlen? Ja. Op het einde was je wel goed. Je had zelfs meer punten dan Don. Eigenlijk zou deze een andere naam moeten krijgen. Het heet verwarming, maar hij staat best dichtbij. Dichtbij warming? Ja, eigenlijk wel. Hey, heb je deze gebruikt voor dat feestje voor je huis? Housewarming. Nou, na een soort van ego-strijd met Don, die heeft verloren. Nee, geintje. Laat ik even gezegd hebben, Don en ik zitten elkaar te fokken, dus neem hier niks van serieus. Dat wilde ik even gezegd hebben. Behalve ik zeg, dat Roy's even groter is. Ik zeg, ja, mijn ego is sowieso groter, dat kan ik bevestigen. Maar ik zeg niet de hele dag dat ik ergens beter in ben, behalve bowlen. En Don zegt de hele dag dat hij beter is in woordgrappen maken. Is het zo dan goed? Ik vind mezelf beter in bowlen, jij vindt jezelf beter in woordgrappen. Als we daarmee kunnen afsluiten, heb ik vrede. Ja? Ja. Oké. Okay. Oh, de knakt van alles. Jullie weten de challenge, hè? Ik ga binnenkort een van jullie reacties pakken die mij denkt te verslaan met bowlen. En ja, dat gaan we echt doen. Kan iemand jou verslaan? Kan iemand mij verslaan? Een professional bowler, denk ik. We kregen vanaf de vooraf sluit. Jeroen zit er vanmiddag de camera uit met bowlen. Ja. En Ido en ik zeggen van, ga je echt iemand uitnodigen? Oh, ja, dat zou ik echt leuk vinden. Ik zeg maar, ja, maar gast, wat als die echt professional kan bowlen? Die ga ik pakken. Die ga ik pakken, sowieso. Ik zeg, maar als die professional bowler is, ja, ik kill hem. Ja. Ik win. Eén van jullie comments pak ik er tussenuit. Die haal ik thuis op. Die neem ik mee naar een bowlingbaan. We gaan 1-1 bowlen. Als je me verslaat, krijg je 100 euro. Dat is bij deze afgesproken. Laat die comment nu achter, als je echt denkt dat je me kan pakken. En wie weet sta ik binnenkort wel bij jou voor de deur. Dat gaat echt mega lachen worden. Het kan zomaar zijn dat ik nu een comment ga kiezen die me verslaat. Ja, kan. Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Binnenkort maak ik de winnaar bekend, die ik thuis ga ophalen. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem leuk. En kunnen jullie een beetje lachen om het einde. Om de ego-strijd met Don. Laat eens even een leuke comment achter. Als je echt denkt dat je mij kan verslaan met bowlen, kom ik binnenkort bij je langs, bij een van jullie. Gaan we bowlen voor 100 euro, wordt leuk. Als je verliest hoef je mij geen 100 euro te betalen, dat hoeft niet. Maar als je wint krijg je sowieso 100 euro. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie jullie hopelijk morgen om 3:30 weer terug bij een nieuwe vlog. Laters.